bezig in Matteüs. We zien het even als een serie op dit moment. En we hebben de grote preken van Jezus hebben we allemaal doorgenomen, allemaal vers voor vers. En we zijn eigenlijk bij de laatste week van Jezus aangekomen. En er zijn vier mensen hebben het hele leven van Jezus vastgelegd op papier. Dat waren Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes. Als je die vier boeken bij elkaar optelt, dan is ongeveer de helft van de pagina's gaat over de laatste week van Jezus hier op aarde. En Jezus kwam met een reden. En toevallig zijn we ook aan het bijbellezen met een groep en via een bijbellees-app. Dus elke dag een toelichting. En hebben vanmorgen Matteüs 27 gelezen. En dat gaat echt over de kruisiging. En toen besefte ik weer van ja, toen ik 19 was, toen geloofde ik helemaal niet in God. En toen was God al bezig met een plan om mij te redden. En met een plan om iedereen te redden die gelooft. En om te redden van een poel van vuur. En ons te brengen naar het paradijs. Voor wie in hem gelooft en hem wil volgen. En het is wonderbaarlijk. Ik ga het nou niet heel lang uitleggen hoe de Heer mij op mijn knieën heeft gekregen. En daar ben ik hem zo dankbaar voor. Omdat ik gewoon besef wat dat inhoudt. Dat ik nu gered ben. En we hebben, ja, in contrast met wat we nu gaan lezen, we gaan vanaf vandaag beginnen met de lijdensweg van Jezus die hij hier op aarde heeft meegemaakt. En dat staat zo in contrast met wat we afgelopen weken hebben gelezen over de eindtijd en de terugkomst waar Jezus over verteld heeft. En hoe hier op aarde echt de hel los gaat breken en hagelstenen van 45 kilo uit de lucht gaan komen en eilanden weggerukt zullen worden, geen bergen zullen er meer zijn, water zal in bloed veranderen, gras zal verbranden. Een derde deel van de zon zal geslagen worden. En dat gaat zomaar door. En dat komt om de toorn van God die over de aarde komen zal. Dat is echt een heel ernstig verhaal. Maar we leven nu in een tijd dat er nog genade is. Dat God zijn hand uitstrekt. En dat heeft hij gedaan door het verhaal wat we vandaag gaan lezen. En je zag vanmorgen ook met de liederen dat die er ook op gericht waren. Op het lijden van Jezus. Afgelopen week hebben we gezien hoe Jezus de avond voordat hij gekruisigd ging worden het avondmaal heeft gehouden met de discipelen. Hij vierde eigenlijk het Pascha, daar werd het lam geslacht, maar Jezus is nu het nieuwe lam wat geslacht is. En hij nam het brood en hij brak dat, dat vieren wij met het avondmaal, dat Jezus' lichaam eigenlijk voor ons gebroken is om ons het eeuwig leven te geven. En hoe hij eigenlijk tot zonde gemaakt wordt. En we lazen ook, we hebben ook gehad over dat er eigenlijk mensen verschillend instonden in dit verhaal. We hadden Maria die een Jezus zalfde met olie. En die olie die was wel een jaar salaris waard. En mensen, de andere discipelen, die vonden dat maar een verspilling. Maar zij zag de waarde van Jezus en de waarde van zijn offer. En we hebben gezien dat er discipelen waren die wel geloofden, maar dat dus verspilling vonden. En misschien nog niet helemaal ten diepste doordrongen waren van de waarde van Jezus' offer. En dan zagen we Petrus die later groots gebruikt wordt, die nog eigenlijk, hij zegt wel, ik ga u echt niet verloochenen, ik ga u echt niet verlaten, maar toch heeft hij hem verloochend. Hij moest nog tot echte inkeer komen. En dan hebben we Judas, die 3,5 jaar met hem geleefd heeft en hem uiteindelijk verraden heeft. En de vraag was uiteindelijk waar staan wij in dit verhaal? Hoe zien wij Jezus? Schatten wij de waarde van Jezus in? En zijn we bereid om hem te volgen? En die vraag die gaat ook steeds terugkomen. We beginnen gewoon met Matteüs 26, vers 36 tot en met 56 vandaag. Toen ging Jezus met hen naar een plaats die Gethsemane heette. En zei tegen de discipelen, ga je zitten, terwijl ik daar ga bidden. En hij nam Petrus en de twee zonen van Zebedeus met zich mee en begon bedroefd en zeer angstig te worden. Toen zei hij tegen hen, mijn ziel is zeer bedroefd, tot de dood toe. Blijf hier en waak met mij. En nadat hij iets verder gegaan was, wierp hij zich met het gezicht ter aarde en bad, mijn vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeek aan mij voorbij gaan. Maar niet zoals ik wil, maar zoals u wilt. En hij kwam bij de discipelen en trof hen slapend aan. En hij zei tegen Petrus, kon u dan niet 1 uur met mij waken? Waak en bid, opdat u niet in verzoeking komt.
De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. En opnieuw voor de tweede keer ging hij heen en bad. Mijn vader, als deze drinkbeker aan mij niet voorbij kan gaan, zonder dat ik hem drink, laat uw wil dan geschieden. En toen hij bij hen kwam, trof hij hen opnieuw slapend aan, want hun ogen waren zwaar geworden. En hij liet hen achter, ging nogmaals heen en bad voor de derde keer met dezelfde woorden. Toen kwam hij bij zijn discipelen en zei tegen hen, slaap nu maar verder en rust. Zie, het uur is nabijgekomen dat de Zoon des Mensen overgeleverd wordt in de handen van zondaars. Sta op, laten wij gaan. Zie, hij die mij verraadt is dichtbij. En terwijl hij nog sprak, zie, Judas, een van de 12, kwam eraan en met hem een grote menigte met zwaarden en stokken, gestuurd door de overpriesters en oudsten van het volk. Hij die hem verraadde, had met hen een teken afgesproken en gezegd, degene die ik kussen zal, die is het, grijp hem. En hij ging meteen naar Jezus toe en zei, gegroet, Rabbi. En hij kuste hem. Maar Jezus zei tegen hem, vriend, waarvoor bent u hier? Toen kwamen zij dichterbij, sloegen de handen aan Jezus en grepen hem. En zie, een van hen die bij Jezus waren, stak zijn hand uit, trok zijn zwaard en trof de slaaf van de hoge priester en sloeg hem het oor af. En toen zei Jezus tegen hem, doe uw zwaard terug op zijn plaats, want alle die naar het zwaard grijpen, zullen door het zwaard omkomen. Of denkt u dat ik mijn vader nu niet kan bidden en hij zal mij meer dan 12 legioenen engelen ter beschikking stellen? Hoe zouden anders de schriften vervuld moeten worden, die zeggen dat het zo geschieden moet? Op dat moment sprak Jezus tot de menigte. Bent u er met zwaarden en stokken op uitgegaan als tegen een misdadiger om mij te vangen? Dagelijks zat ik bij u in de tempel om onderwijs te geven en u hebt mij niet gegrepen. Maar dit alles is geschied opdat de schriften van de profeten vervuld zouden worden. En toen verlieten al de discipelen hem en vluchtten. Ja, het is wel interessant om te zien dat Jezus die gaat dus naar Gethsemane. En Gethsemane is een vaste plek waar Jezus steeds heen ging om te bidden. Want we hebben dus meerdere verslagleggingen over het leven van Jezus. En Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. En sommigen geven nog wat extra details. En Judas wist waar hij was, want hij ging daar vaker heen om te bidden. En toen ging Jezus met hen in vers 36 naar een plaats die Gethsemane heette en hij zei tegen de discipelen, ga hier zitten terwijl ik daar ga bidden. En hij nam Petrus en 2 zonen van Zebedeus met zich mee en begon bedroefd en zeer angstig te worden. Jezus doet dit wel vaker, hè? Dan neemt hij Petrus en de zonen van Zebedeus, worden ook wel de zonen van de donder genoemd, dat zijn Jacobus en Johannes, die neemt hij vaker met zich mee. Die waren bij de verheerlijking op de berg toen Jezus in één keer van gedaante veranderde en God hem verheerlijkte. En dan zag je Mozes en Elia en een stem uit de hemel die zei, dit is mijn geliefde zoon, luister naar hem. En je zag Petrus en Jacobus en Johannes ook bij de dochter van Jairus, toen die uit de dood werd opgewekt. Toen werd iedereen weggestuurd en Petrus, Johannes, Jacobus waren erbij. Die hadden een bijzondere rol en die hebben later ook een bijzondere rol. Maar wat ik hier eigenlijk het meest bijzondere in vind, is dat we vorige keer gehoord hebben dat Jezus profeteert dat Petrus hem gaat verloochenen en toch neemt hij hem gewoon mee. En net als dat Judas is 3,5 jaar meegegaan, terwijl Jezus gewoon weet dat hij de zoon van het verderf is en hem zou verloochenen. Ik vind dat heel bijzonder en daar mogen we ook iets uit leren, denk ik. Dat wat jij ook vindt of denkt, dat je altijd mensen mag omarmen in liefde tot het laatste moment. Want Petrus had nog niet die zonde verricht op het moment. Hij had hem nog niet verloochend. Maar goed, hij neemt dus die 3 mee. Die hebben blijkbaar een speciale rol. De rest blijft even achter. En hij begint bedroefd en zeer angstig te worden. Toen zei hij tegen hen, mijn ziel is zeer bedroefd tot de dood. Tot de dood toe. Blijf hier en waak met mij. En op het moment dat Jezus, terwijl we dit lezen, moeten we beseffen dat de volgende ochtend om 9 uur hangt hij al aan het kruis. En die dood en dat hij helemaal afgeranseld wordt en in zijn gezicht geslagen wordt en de doornenkroon opkrijgt en gegezeld wordt. En dan dat kruis moet dragen. En het is ook nog 's avonds heel laat, dus de discipelen vallen in slaap. Dus
Hij is al helemaal kapot waarschijnlijk en moe. En dat is al super erg. Maar het allerergste waar Jezus, en dat geloof ik en de rest van de Bijbel getuigt daarvan, het allerergste waar Jezus tegenop ziet, hij is degene die volmaakt is. Hij is degene die puur is. Hij is degene die heilig is. Hij is God zelf. En er kan geen zonde bij God komen. Dat is onmogelijk. Daarom gaat ieder mens verloren. Er kan geen zonde bij God komen. En wat onmogelijk is, gaat toch gebeuren. Want God zelf gaat de zonde op zich nemen. Hij gaat de zonde dragen. Hij zal gekruisigd worden. En op dat moment zal God hem verlaten. En alle zonde, alle ellende die wij nog van de week hebben gedaan, misschien boos geweest of misschien verkeerde gedachten of begeertes of al die dingen, ruzies in het verleden, al ellende die we zien op tv, mensen die anderen vermoorden, al die zonden die komen op hem, in ieder geval voor degene die gelooft. Maar zijn offer is groot genoeg voor de hele wereld. Alleen dat moment dat hij dat mee moet maken, al die zonden en die ellende op zich moet nemen, hij weet dat gaat gebeuren. Hij is bedroefd en zeer angstig. Hij begon bedroefd en zeer angstig te worden. En toen zei hij tegen hem, mijn ziel is zeer bedroefd tot de dood toe. Blijf hier en waak met mij. En we zien in meerdere versen, want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Dat het weer rechtgezet zou worden tussen ons en God. Dat worden we gerechtvaardigd. Omdat hij die zonde op zich heeft genomen. We hebben allemaal was gelogen, allemaal was gestolen, allemaal was Gods naam verkeerd gebruikt. Dat komt op dat moment allemaal op hem. We zongen vanmorgen dat lied, Man of Sorrows, een man van smarten. En hij is om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. Heel bijzonder hoofdstuk, een profetisch hoofdstuk. Al honderden jaren voordat Christus kwam is dit omschreven over hem. En Christus heeft ons ook vrijgekocht van de vloek van de wet, door voor ons een vloek te worden. Want er staat geschreven, vervloekt is een ieder die aan een hout hangt. Het is niet alleen de zonde die op hem kwam, maar ook de hele vloek die daarbij hoort, zeg maar. De hele toorn van God die wordt over hem uitgegoten, die eigenlijk ons te wachten staat op het moment dat we niet voor Jezus kiezen, op het moment dat we dat offer verwerpen. En in Hebreeën 12 lezen we ook, wel nu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, allemaal gelovigen die het gered hebben en volhard hebben tot het einde, heeft de schrijver het daarover. Nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, laten we afleggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons is. En dan gaat hij Jezus als voorbeeld eigenlijk gebruiken. Terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman, de leider en de voleinder van het geloof. En hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Dus ondanks dat het verschrikkelijk is wat hij hier moet meemaken, zag hij iets. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, heeft hij toch dit kruis verdragen, heeft hij vrijwillig gekozen om deze weg te gaan. En de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. En we zullen ook zien dat hij dit echt vrijwillig heeft gedaan. Hij had zoveel momenten dat hij had kunnen zeggen, en nu niet meer. In vers 38, en nadat hij iets verder gegaan was, wierp hij zich met het gezicht ter aarde en bad, mijn vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Hij voelt de ernst, hij voelt de pijn en de situatie. En hij is God, hij is puur, heilig en volmaakt. Wil die zonde eigenlijk niet op zich hebben. Maar toch zegt hij bidt de vader, is er een andere manier eigenlijk? Maar hij zegt ook, niet zoals ik wil, maar zoals u wilt. En daar mogen we ook van leren, want er zullen soms momenten zijn in ons leven waar God ons doorheen wil hebben. En dan bidden we, o Heer, wilt u alstublieft zorgen dat ik hier niet doorheen hoef, wilt u de situatie veranderen. Maar soms heeft God een plan en moeten we er doorheen. En in dit geval heeft God een plan, het reddingsplan van de hele wereld. En Jezus voegt zich onder het gezag van God en zegt, niet zoals ik wil, maar zoals u wilt. En dan komt hij bij de discipelen
En hij treft hen slapend aan. En hij heeft ze net verteld daarvoor dat hij eigenlijk ging sterven. Voor de vierde keer heeft hij gezegd dat hij ging sterven. Hij heeft ook gezegd dat hij opgewekt zou worden. En dat ze naar Galilea zouden moeten gaan. Maar het is net of ze de ernst nog niet beseffen van dit verhaal. Wat hier gaande is. Het was ook al laat en midden in de nacht waarschijnlijk al. Ze hadden het paasfeest hadden ze al gevierd. En hij zegt tegen Petrus, kon u dan niet 1 uur met mij waken? En hoe zijn wij? Hoe zijn wij in situaties dat het moeilijk is? Gaan we dan op de knieën? Gaan we dan in gebed? Ik weet zelf ook niet of ik het volhoud, 1 uur bidden. Ik klok het niet, ik bid wel eens wat langer, maar ik zou er ook wel eens over na mogen denken. Maar we mogen continu in gebed zijn. En de Heer vraagt hier eigenlijk of ze met hem in gebed willen zijn. Waak en bid, opdat u niet in verzoeking komt. De geest is gewillig, maar het vlees is zwak. En de verzoeking op dit moment was dat ze in slaap zouden vallen. Maar zo hebben wij continu verzoekingen. Ja, want dit staat op zoveel plaatsen dat we moeten waken en bidden. Dat we eigenlijk continu moeten bidden en smeken voor alle heiligen. Continu. Bid zonder ophouden. De hele dag door. Oké, we zijn wel eens aan het werk en dan moet je wel eens ergens op richten. Maar dan nog, tussendoor, mogen we steeds in gebed zijn. Voor de mensen om ons heen, voor onszelf, om kracht. Maar in dit geval, waak en bid opdat u niet in verzoeking komt. Want de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Ons lichaam zal ons zo vaak afremmen door ziekte, door vermoeidheid, door pijn, door allerlei afleiding. Het vlees is zwak. Maar als wij erkennen dat we zwak zijn en we gaan in gebed, dan zijn we juist sterk. Want het kracht van gebed moeten we niet onderschatten. En opnieuw, voor de tweede keer, ging hij heen en bad, mijn vader, als deze drinkbeker aan mij niet voorbij kan gaan zonder dat ik hem drink, laat uw wil dan geschieden. En die drinkbeker, die zien we vaker voorkomen in Jesaja, in Jeremia, in het boek Openbaring. Jesaja en Jeremia zijn profeten van voordat Jezus kwam en het boek Openbaring is het laatste boek van de Bijbel. De Bijbel heeft trouwens 66 boeken, mocht iemand dat nog niet weten. Maar en in Openbaring 14 staat dat mensen straks die hem verworpen hebben en in die grote verdrukking die komen gaat bij Jezus' komst, dat hij de drinkbeker eigenlijk van zijn wraak en van zijn toren zullen drinken. Die onvermengd is. En ik geloof dat hier ook over die drinkbeker van de toren van God gaat, zeg maar. Die Jezus dan moet drinken, of in ieder geval door dat proces gaat, dat lijdensproces. En als wij het avondmaal houden en denken aan de drinken, de wijn, dat staat voor het bloed en de brood staat voor het gebroken lichaam, dan mogen we dat ook beseffen, dat Jezus echt die toorn van God op zich genomen heeft uit liefde voor ons, om ons vrij te zetten. En weer zegt Jezus, laat uw wil dan geschieden. Jezus heeft ook gezegd, als wij hem willen volgen, moeten we onszelf verloochenen, onszelf eigenlijk wegcijferen, dan sterven wij met Christus en dan nemen we ook ons kruis op. En wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. En wie zijn leven zal verliezen om Jezus, die zal het juist behouden. Maar Jezus laat hier zien wat de weg zou kunnen zijn op het moment dat we hem gaan volgen. Dat het een lijdensweg kan zijn. Maar dat wil niet zeggen dat de weg zonder hem geen lijdensweg is. Want dat wordt nog veel erger op het eind. Maar ook zul je hier door de schade van zonde ook al heel veel ellende meegemaakt. Terwijl God juist in wat hij geboden heeft ons wil beschermen en het beste met ons voor heeft. Zijn geboden zijn om ons best wil. Als jij ervoor zorgt en verknokt in een huwelijk om bij elkaar te blijven en verdraagzaam te zijn en liefdevol en goed met elkaar omgaan, heb je een zegen in je huwelijk. Maar hoeveel mensen gaan wel niet scheiden omdat hun harten verhard zijn en ze elkaar kapot maken in hun leven? Dat zijn de dingen die Jezus juist wil herstellen. Hij wil juist dat het beter gaat. Dus het zal een lijdensweg zijn, Jezus volgen, het kruis opnemen. Maar er zal ook zegen in zijn. Want hij zegt ook, wie in mijn liefde blijft, wie in mijn woorden blijven, wie ze in acht nemen, ja, en de ander lief heeft. Dan zegt hij in Johannes 15, dan zal je blijdschap zal volkomen zijn. Dus in het midden van al die strijd en die verdrukking, ook waar Jezus doorheen gaat, zul je echt de liefde van God ervaren.
Jezus komt weer bij zijn discipelen. Hij treft hen opnieuw slapend aan. Want hun ogen waren zwaar geworden. En hij liet hen achter, ging nogmaals heen en bad voor de derde keer met dezelfde woorden. Jezus volhardde in gebed. En toen kwam hij bij zijn discipelen en zei tegen hen, slaap nu maar verder en rust. Zie, het uur is nabijgekomen dat de Zoon des Mensen overgeleverd wordt in de handen van zondaars. Sta op, laten wij gaan. Zie, hij die mij verraadt is dichtbij. Ik vind het heel bijzonder dat Jezus hier heel nadrukkelijk zegt, het uur is nabijgekomen. Hij weet wat er gaat gebeuren. Dit is geen toeval of dat hij de controle verliest. Hij weet wat er gaat gebeuren. De Zoon des Mensen wordt overgeleverd in de handen van, hij zegt niet mensen, maar in de handen van zondaars. Later roept hij ook aan het kruis, Vader, zij weten niet wat zij doen. Hij zegt, sta op, laten wij gaan en zie, hij die mij verraadt is dichtbij. En hier zien we eigenlijk weer dat Jezus gewoon weet wat er gaat gebeuren. Hij die mij verraadt is dichtbij. Hij weet al dat hij onderweg is. En hij had makkelijk nu weg kunnen rennen. Hij had makkelijk kunnen zeggen, kom op jongens, rennen, want ze komen eraan. Maar dat doet hij niet. Want hij heeft gebeden of die drinkbeker aan hem voorbij zou mogen gaan. En de Heer heeft gezegd, de Heer heeft het niet beantwoord. En dat is ook een antwoord. Onze gebeden worden niet altijd beantwoord. Dat zien we zelfs bij Jezus. Dat de Vader het gebed niet verhoort. Omdat dit moet geschieden. Laat uw wil geschieden, mogen we er altijd bij willen. Hij die mij verraadt is dichtbij. En vers 47, Matthäus 26, vers 47. Terwijl hij nog sprak. Zie, Judas, een van de 12, kwam eraan. En met hem een grote menigte met zwaarden en stokken. Gestuurd door de overpriesters en de oudsten van het volk. Het is bijzonder dat ze hier met eigenlijk een leger aankomen om hem te grijpen. Met zwaarden en stokken. En dat zijn die overpriesters en die oudsten van het volk die eigenlijk dit leger sturen. In hoofdstuk 23 hebben we gezien hoe Jezus hard aansprak. Want die oversten en die oudsten van het volk, het was een geloofsinstituut geworden. Het was een, we zien het nu ook wel op tv, hè? Mensen met mooie gewaden, maar ondertussen horen we allemaal hypocriete verhalen over kindermisbruik. Jezus walgt daarvan. Ik walg daar ook van. En deze mensen die hadden maar één belang en dat was dat ze meester genoemd werden en dat ze belangrijke posities hadden. En ze geboden het volk om van alles en nog wat te doen, maar zelf deden ze het niet. En deze mensen waarvan Jezus heeft gezegd, huigelaars, 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 wee u, slangen, adderengebroed. Deze mensen die sturen een leger naar hem toe. En dan gaat iemand voorop die een van hem was, de verrader, de zoon van het verderf. En hij die hem verraden, had met hen een teken afgesproken en gezegd, degene die ik kussen zal, die is het. Grijp hem. Zogenaamd laat hij zijn laatste liefde nog zien door hem een kus te geven. Hij ging meteen naar Jezus toe en zei, gegroet, Rabbi. En hij kuste hem. Hij doet nog een soort zogenaamde respectvolle groet. Rabbi noemt de meester, maar hij meent er van binnen helemaal niks van. Want Judas, die heeft zijn hart overgegeven aan de begeerte van het geld. Hij was degene die de portemonnee droeg. En hij heeft al lang een afspraak gemaakt met die overpriester en die oudste. Dat voor 30 zilverstukken, dat was omgerekend ongeveer 6000 euro zou dat nu zijn. Dat hij voor dat bedrag Jezus verraadt. En hij kuste hem. Hij was hypocriet. Maar Jezus zei tegen hem, vriend. Hij noemt hem nog steeds vriend. Ik weet niet of dat cynisch is, maar laat hem er even in het midden. Waarvoor bent u hier? Want Jezus zegt op een andere plaats, jullie zijn mijn vrienden als je doet wat ik je gebied. Toen kwamen zij dichterbij, sloegen de handen aan Jezus en grepen hem. En wat ik hier zo bijzonder vind, is in de verschillende verhalen, de verschillende evangeliën, begin je nu andere details lezen. De ene die stond hier en de andere stond daar. En iedereen heeft vanuit zijn invalshoek, gezien. En op het moment dat die mannen eraan komen en die vragen dus vervolgens aan Jezus, bent u het die wij zoeken?
en Jezus zegt, ik ben het, dan vallen al die mensen, die vallen dus achterover. Dat is echt ongelooflijk. De zoveelste keer zien we hier dat Jezus doet dit echt vrijwillig. Hij laat nog een keer zijn macht zien. Die mensen die vallen achterover, hebben fakkels in de handen en zo, weet je wel, levensgevaarlijk. Ik bedoel, je valt omver met een fakkel in je hand, heb je kans dat je buurman in de fik steekt. Maar in ieder geval, dat gebeurt. En het is ook echt niet dat ze tot soort van inkeer komen en zeggen van, wow, hij liet me net gewoon achterover vallen. Deze man heeft echt macht. Nee, ze volharden en ze willen nog steeds de hand aan hem slaan. En ze grepen Jezus. En zie je, een van hen die bij Jezus waren, stak zijn hand uit, trok zijn zwaard, trof de slaaf van de hoge priester en sloeg hem het oor af. Ik vind best grappig dat hier, grappig. We weten wie dit heeft gedaan, maar dat staat hier niet bij in dit evangelie. We weten een ander evangelie dat Petrus heeft gedaan. Ja, ik weet niet of Petrus Matthäus op een gegeven moment nog gesproken heeft, terwijl hij het evangelie aan het schrijven was. Ze zei, niet zeggen dat ik het was. Misschien probeerde hij bij Johannes ook, dat hij zei, ja, echt wel. We weten het niet, maar Jezus heeft nog iets gedaan. Hij heeft dat oor heeft hij opgepakt en hij heeft hem weer aangeheeld. Dat staat hier ook niet bij. Ik snap niet dat je dat stukje kan vergeten. Dat is best wel een belangrijk stuk. Maar op een of andere manier heeft hij dat hier niet verteld. Maar goed, we weten dat dat gebeurd is. En dit was de slaaf van de hoge priester. Dat was de hoogste leider van het Sanhedrin. Dat was eigenlijk het bestuur van de Joden, zeg maar. De regering van de Joden. En kun je voorstellen, als je even probeert, dit is een beetje fantasie hoor, wat ik nou ga vertellen, maar ik kan best vermoeden, ik heb vermoeden dat het misschien zo gegaan zou kunnen zijn. Hij is de slaaf van de hoge priester en dan komt hij op een gegeven moment terug bij Caiaphas, zo heette die hoge priester. En eerst hebben ze Jezus voorgeleid en dat ze later een keer een rustig moment hebben en dat hij nog eens een keer vraagt aan Malchus, zo heet hij, dus die slaaf, dat lezen we in een andere evangelie. En dat Caiaphas vraagt van, hoe ging dat nou, die gevangenneming? Ja, jongen, dat was echt niet meer normaal. Eerst vroegen we aan Jezus van, bent u het? En toen vielen we allemaal zo achterover. Levensgevaarlijk met al die fakkels. Er kwam een kracht, jongen, uit die mond. En ja, toen wou de een, die wou gaan vechten met zijn zwaard. En ja, die sloeg mijn oren af. En, oh man, ik baalde als een stekker. Verschrikkelijk, dat pijn, jongen. En pakte hij in één keer dat oor op en hield hij hem aan. Nou, echt, zoiets heb ik nog nooit gezien. Ik kan me voorstellen, ik weet het niet, maar omdat die kaaien vast zou zitten van, begin jij nou ook al te geloven of zo? Ja, ik bedoel, hier kun je toch niet een klein verhaaltje van maken? En die slaaf van de hoge priester. Heel bijzonder verhaal. Toen zei Jezus tegen hem, tegen Petrus, doe uw zwaard terug op zijn plaats. Want alle die naar het zwaard grijpen, zullen door het zwaard omkomen. Of denkt u dat ik mijn vader nu niet kan bidden en hij zal mij meer dan 12 legioenen engelen ter beschikking stellen? Jezus weet waar hij toe in staat is. Hij is de schepper van hemel en aarde. Hij staat op meerdere plekken. En hij geeft zich vrijwillig over. En een legioen, dat was in de tijd van wanneer het Romeinse Rijk op zijn grootst bloeide, waren het ongeveer 6000 soldaten in het Romeinse leger. Hij kon dus 12 legioenen kon die aanroepen en dan zou de vader die ter beschikking stellen. 72.000 engelen. En ik weet niet wat voor beeld jullie bij engelen hebben, maar soms zie je wel eens van die plaatjes, van die kleine babytjes met van die mooie ronde billetjes en vleugeltjes eraan en van die pijlenboogjes en zo. Maar dat komt echt uit Griekse mythologie en heel veel in katholieke plaatjes zie je dat weer terug, terwijl als jij in de Bijbel kijkt naar engelen, dan zijn dat echt hele brute strijders. We zien op een gegeven moment de profeet Daniel, die is in gebed. En dan komt Gabriel en de vorst van Perzië, die weer hield hem. We zien op een gegeven moment een profeet Elisa, die hele bijzondere gaven had gekregen van God. Die kon hele bijzondere wonderen en tekenen doen, maar die had zelfs de gave om bij de moet ik even kijken of ik goed zeg. Bij de koning van de vijand kon hij horen wat daar in de binnenkamers gezegd werd. En dat vertelde hij dan aan de koning van
Israël. Ja, terwijl hij daar niet in de buurt was. Dus op een gegeven moment wilden ze die Elisa wilden ze vangen. En ze waren omsingeld door het leger. Hij en zijn knecht. En Elisa had een gave om de geestelijke wereld te zien. En die was dus helemaal niet bang. Ze waren omringd door een leger. En hij maakte zich niet zo druk. Maar zijn knecht die zag dat niet. En die zat echt peentjes te zweten. En toen zei de Heer op een gegeven of Elisa zei tegen de Heer van open toch zijn ogen, zodat hij het ook mag zien. En dan krijgt die knecht krijgt eigenlijk heel even een blik, alsof het gordijn van de geestelijke wereld heel even open gaat. En hij krijgt een blik in de geestelijke wereld. En hij ziet dan rondom die bergen helemaal vol met vurige wagens en strijders van de legermachten van de Heer. En eigenlijk als je dat beseft, dan dit kan Jezus allemaal zo aanroepen. En 12 legioenen is trouwens ook nog echt een overkill. Een overkill, dat betekent dat is echt zwaar overdreven. Want er is op één plek in de Bijbel dat ze het volk Israël, Jeruzalem ook omsingeld hebben. De Assyriërs hebben het omsingeld. En dat er een engel van de Heer, één engel, die slaat een leger van 185.000 man dood. Dat is echt zo'n bizar verhaal. En dat is niet op één plek opgeschreven, dat is op meerdere plekken opgeschreven. Een groot wonder door één engel. Kun je nagaan wat er zou gebeuren als Jezus die engelen had aangeroepen. Maar hij doet het niet. Hoe zouden anders de schriften vervuld worden die zeggen dat het zo geschieden moet? Honderden profetieën. We hebben 66 boeken in de Bijbel. Een heel groot deel daarvan is al geschreven voordat Jezus kwam. Heel veel van die profeten voorspellen al wat Jezus allemaal gaat doen. Heel veel van die profetieën zijn vervuld in het leven van Jezus. Hij zou die slang, die Satan, zou die vertrappen. Ze zouden geen been van hem breken. Zijn zij zal doorstoken worden. Want op een gegeven moment, als hij terugkomt, zullen ze zien wie zij doorstoken hebben. En zo zijn er heel veel profetieën. We hebben ook al heel veel behandeld. Hoe zouden anders de schriften vervuld worden die zeggen dat het zo geschieden moet? En op dat moment sprak Jezus tot de menigte: bent u er met zwaarden en stokken op uitgegaan als tegen een misdadiger om mij te vangen? Dagelijks zat ik bij u in de tempel om onderwijs te geven en u hebt mij niet gegrepen. Dat durfden ze ook niet. Er staat herhaaldelijk van ze durfden hem niet te grijpen. Hè? Want in die laatste week, daar was de voorbereiding van het Pascha, het feest. En er waren 2 miljoen Joden in Jeruzalem. En ze durfden hem niet te grijpen, want ze waren bang voor de onrust. En dat mensen dan eigenlijk die leiders zouden verlaten. Want heel veel zagen hem toch wel als een profeet. En er is ook een moment eerder geweest dat ze Jezus hebben willen grijpen. Ze hadden hem gegrepen, namen hem mee naar een berg om hem in de afgrond te gooien. En hij draait zich in één keer om en loopt dwars door de mensen heen. Want zijn uur was nog niet gekomen op dat moment. En dan staat er vaker, zijn uur was nog niet gekomen. Maar dit alles is geschied, opdat de schriften van de profeten vervuld zouden worden. En toen verlieten al de discipelen hem en zij vluchten. We hadden al gelezen in Matthäus 26, vorige week, in Matthäus 26, vers 31. Ik zal de herders slaan en de schapen van de kudde zullen uiteengedreven worden. Ook deze profetie die komt hier dus uit. Jezus had dit al geprofeteerd. Dat al de discipelen, toen verlieten al de discipelen hem en ze vluchten. Ze zetten op het rennen. Ze wisten niet wat ze hiermee aan moesten met deze situatie. En ze dachten misschien dat de Heer de controle aan het verliezen was. Maar ja, het lijkt wel of ze vergeten zijn dat Jezus heeft gezegd, ik zal ook weer opstaan. Jezus had alles nog onder controle. Ja, zo komen we op het eind van dit stuk wat we vandaag hebben gelezen. En ik vind het altijd goed om gewoon even samen te vatten. En de geestelijke toepassing gewoon nog eens te bekijken. Van wat kunnen we hiermee? En wat kunnen we mee naar huis nemen en overdenken? En ja, ik denk als we kijken naar het lijden van Jezus hier in Gethsemane, wat we hebben gezien, hoe hij bedroefd en zeer angstig is geworden. En de Bijbel herhaaldelijk zegt dat we naar hem moeten kijken, naar het lijden van hem, wat hij heeft doorgemaakt. En de een zal zware ziekte hebben, de andere zal vervolgd worden om het geloof en uitgelachen worden. Maar al die dingen, dat is allemaal lijden. En daarin mogen we Jezus volgen en in gebed gaan en volharden. En we mogen vragen, Heer, wilt u het wegnemen? Maar dat zal misschien niet altijd gebeuren.
Maar we moeten waken en bidden. Het vlees is zwak, maar de geest is wel gewillig. Continu waken en bidden in alles. En we mogen ook zien dat het echt vrijwillig is geweest wat Jezus hier gedaan heeft. Dit offer heeft hij vrijwillig gegeven. Ja, de mensen hebben hem gekruisigd. Ja, wij hebben Jezus gekruisigd door onze zonde. Dit was Gods plan. Terwijl die Romeinen in opdracht van de Joden die nagels door die handen sloegen, deden wij mee. Wij hebben meegedaan met die nagels door Jezus handen te slaan. Door al onze zonden. Maar er is vergeving, omdat het bloed van Jezus gevloeid heeft uiteindelijk. En ik heb tussendoor al genoemd, we worden alleen maar gered uit het geloof. Op het moment dat we ons vertrouwen in Jezus stellen en we geloven dit verhaal, we geloven dat Jezus God is, we geloven dat Hij voor onze zonde is gestorven en is opgestaan uit de dood. Dat is je redding, dat is je ticket. Als je zegt, Heer, ik geloof dit, Heer, wilt u mij vergeven, dan ben je gered, dan word je vrijgesteld van het oordeel wat komen gaat. Maar dat volgen van hem, dat je vertrouwen stellen in hem, betekent ook dat je jezelf verloochent. Je sterft dan met Christus en neem je kruis op en volg mij. En dan zeg je ook niet meer mijn wil, maar uw wil geschieden, Heren. Uw wil geschieden. Als jij je leven wil behouden, in de Bijbel lees je niet van, oh, ik leef mijn leven en ik kan God er ook nog wel even bij hebben. Dat hij parallel ook nog wel wat te zeggen heeft. Dat leert de Bijbel niet. Het is een totale overgeven. Je sterft met hem. En hij wil gewoon op de troon van je hart gaan zitten. En dat wil hij omdat hij het beste met je voor heeft. En omdat hij je schepper is. En omdat hij een vriendschap met jou wil. En hij wil zijn liefde uitstorten in je hart door de Heilige Geest die hij wil geven. En toen ik 19 was, heb ik heel duidelijk een moment gehad dat ik me overgaf aan God en de Heilige Geest ontving. En in één klap wist, dit is God. En dat heeft mij niet meer losgelaten. En dat is de drijfveer waarom ik hier sta. Dan ben je opnieuw geboren, zegt het woord, zegt God. En net zoals we één keer op aarde geboren zijn als mensen, in de zondige natuur. Die zondige natuur die komt er vanzelf al uit. Maar op het moment dat wij ons, we moeten die persoon wel voeden met brood en spaghetti enzovoort. Die geestelijke natuur, als we opnieuw geboren zijn, moeten we ook gaan voeden. En dat doen we met de woorden van God. Dat wordt ook het levende brood, wordt dat genoemd. En dan gaan we groeien en dan gaat God ons veranderen, ons denken veranderen. En dat zal haak staan op de wereld, dus dat zal ook soms botsen. Maar de Heer wil dat we die weg ingaan en het kruis met hem opnemen. En helemaal eigenlijk dat oude leven achter ons laten. En dat is de duisternis en dat we wandelen in het licht en onze lichamen en ons denken en alles ter beschikking stellen aan God. Ons lichamen stellen als een levend offer. En dat is de wil van de Heer. En ik vind eigenlijk de mooiste zin die we vandaag heel de tijd terug zagen komen. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Dat we dat elke dag kunnen zeggen. Heer, zegt u het maar. Hoe wilt u mij vandaag gebruiken? Heer, wat is uw wil? En we hoeven niet te vragen van, wat wilt u dat ik op mijn boterham smeer en zo. Ik geloof niet dat het zo ver gaat, maar gewoon in de essentiële dingen, in de omgang met de mensen. Hier, wie wilt u dat ik vandaag bemoedig? Is er iemand die ik kan helpen? Is er iemand die ik het evangelie kan vertellen? Heer, ik ga vandaag evangeliseren. Heer, wilt u harten openen? En dat we op die manier bezig zijn om zijn wil te laten geschieden en niet onze wil. En daar is een hele rijke zegen in op het moment dat we straks bij de Heer komen. Zo vergaderen we schatten in de hemel. Hemelse Vader, Heer Jezus, dank u wel, Heer. Voor de lijdensweg die we mogen zien. Het is aan de ene kant heel luguber en heel bizar. Wat we allemaal lezen en nog gaan horen en lezen wat u hebt meegemaakt. En het is verschrikkelijk, maar tegelijkertijd zit daar zo'n diepe vreugde in vermengd, Heer. En die had u ook in die hele lijdensweg. Dat u vooruit zag op die vreugde die voor u lag. Omdat u ons zag en ons ging redden. En ons nieuw leven ging schenken. Om ons mee te nemen naar het paradijs. Heer, we danken u zo, Heer, voor alles wat u doet voor ons, Heer. Wilt u ons ook helpen
om u te volgen in het kruis op te nemen. En onszelf te verloochenen. En ja, ons leven op te geven. Zodat we het juist mogen winnen. Heer Jezus, wilt u in al onze harten werken om die stap te maken. Of in ieder geval opnieuw te kiezen dat we echt dagelijks u gaan volgen, Heer. En dat u op onze troon mag gaan zitten. Heer, en dat we u mogen verheerlijken en gewoon danken voor wie u bent. En danken dat u ons gemaakt hebt. En danken dat u ons adem geeft en leven geeft en een eeuwig leven. Heer, dank u voor uw woord. In Jezus' naam. Amen.